En ik wil daarbij zowat overschakelen op de meer inhoudelijke inleiding bij dit webinar over het spraakklankonderzoek. Want misschien vraagt u zich wel af wat zich nu in godsnaam met een spraakklankonderzoek te maken heeft en meer bepaald als uitgever van dat SKO. Het is namelijk zo, en ik moet dan eventjes in de tijd teruggaan, dat zich al vele jaren een projectwerking heeft lopen rond wetenschappelijk onderzoek. En het is in dit kader eigenlijk dat wij Joris van Opstal in het jaar 2011, jawel, 9 jaar geleden alweer, toen diende Joris van Opstal logopedist en in een vroeger leven directeur van een revalidatiecentrum in Roeselare. Diende Joris een project in rond het AO, het articulatieonderzoek via speech vision. Misschien zegt dat enkele mensen onder ons nog iets, maar dat is dus al enige tijd geleden. Die diende eigenlijk een onderzoeksproject in om een nieuw articulatieonderzoek te gaan uitwerken. En Joris en Ingrid, bij deze beloof ik plechtig dat dit de laatste keer was dat ik het woord articulatie in dit webinar heb gebruikt, want er zijn veel goede redenen, dat gaat u straks nog vernemen, om dat niet meer te doen. Waar was ik gebleven? Wel bij het feit dat Joris dus een wetenschappelijk onderzoek indiende om een nieuwe spraakklanktest te gaan ontwikkelen. En zich heeft daar eigenlijk meteen ja op gezegd. Zeker ook omdat we op die manier een goede samenwerking konden opzetten met alle opleidingen logopedie die er momenteel in Vlaanderen zijn. Er is dus een werkgroep ontstaan van alle Vlaamse opleidingen logopedie. Ik noem ze even, ze zijn maar echt bekend: de Artevelde Hogeschool, HOGent, Thomas More, Vives en ook de masteropleidingen van de Universiteiten van Gent en Leuven. Zonder die mensen van de werkgroep en de vertegenwoordigers van al die opleidingen was er nooit, maar dan ook nooit, sprake geweest van dit SKO. Ik wil die mensen, want ze waren één voor één van goud waarde, is toch even met naam vernoemen. U ziet ze daar ook op het scherm staan. Esther Kloetens, die er onlangs pas is bijgekomen en Hilde Roeiers vervangen heeft. Hilde Koppes, Ingrid Herman, Erik Manders, Jean-Pierre Martens, Tine Pateo, Sabine van Eerdenbrug, Kathleen van Snik, Inge van der Beke, Joris van Opstal, Jente Verbeschot. In de loop van die 9 jaar zijn er ondertussen uiteraard ook heel wat mensen die van job gewisseld zijn of ondertussen zelfs van een welverdiend pensioen genieten. Maar ik wil ook die namen toch zeker even in het licht zetten, want ook zij waren belangrijk voor de ontwikkeling van dit SKO. Lut, Biljet, Paul Korthals, Annemie de Soete, Evi Gijsbrecht, Peter Jonkheere, John van Borsel, Klaar van Opstal en Ineke Wilsens. Het is een hele groep mensen en ik mag ook zeggen dat we al die mensen één voor één hebben nodig gehad, want zo'n nieuw spraakklankonderzoek, dat maak je niet in 1, 2, 3, u begrijpt. Een wetenschappelijk onderzoek, een wetenschappelijk verantwoorde testbatterij, dat moet gestandaardiseerd worden. Daar hoort een normering bij die heel veel werk heeft gevraagd. Alles moet wetenschappelijk onderbouwd zijn, zoals ik al zei, en dat kost veel tijd, energie, veel werk. En ik moet zeggen, we zijn de opleidingen en de vertegenwoordigers van die opleidingen daar zeer dankbaar voor dat ze een steentje hebben bijgedragen via hun studenten. 57 studenten in totaal hebben via 26 bachelor- en masterproeven hun bijdrage geleverd om van het SKO een
degelijk wetenschappelijk onderbouwd instrument te maken. Vele vergaderingen later kreeg het SKO hoe langer hoe meer vorm, digitale vorm. En ik wil daar toch nog even twee mensen in de kijker plaatsen. In de eerste plaats Ingrid Herman, u zult ze straks nog aan het woord horen. Zij is logopediste in het Centrum voor Ambulante Revalidatie, Centrum voor Ambulante Revalidatie, het VLOP, in Beveren. En zoals u wellicht weet, een vaste waarde als gastspreker bij ons. Zij is ook voorzitter van de intervisiewerkgroep Taal en Spraak en ook co-auteur van Taalmaatjes. Ik noem ze in onze werkgroep de toetssteen voor de praktijk en ik kan u verzekeren, u begrijpt dat wel, dat dat een zeer belangrijke taak geweest is doorheen die vele jaren. Een tweede persoon die ik toch nog even onder het voetlicht wil plaatsen is Jean-Pierre Martens, emeritus professor dokter verbonden aan de Universiteit Gent, de vakgroep elektronica en informatiesystemen al daar. U begrijpt al, we spreken hier over iemand met veel kennis over programmeerwerk. Ik noemde hem in onze groep dan ook altijd onze programmeur en we zijn hem zeer dankbaar voor het vele werk dat hij heeft verricht. Tot slot, ik geef graag binnenkort het woord aan onze gastsprekers. Wil ik toch nog met enige trots melden dat wij met een testteam hebben gewerkt die ervoor heeft gezorgd dat eerste versies van het SKO in de praktijk werden uitgetest. Ik ga de namen niet allemaal nog eens gaan noemen, maar u ziet ze daar op de dia die Joris projecteert. Dank daarvoor, Joris. Toch nog even staan. Zonder die mensen hadden we toch ook een aantal belangrijke wijzigingen in laatste instantie niet kunnen maken. Dus zeer veel dank daarvoor. Ik wil namens de werkgroep en de testgroep alle gebruikers, alle toekomstige gebruikers van dit nieuwe instrument alvast van harte bedanken om er gebruik van te maken. En ik denk dat we hiermee een hele stevige stap vooruit kunnen zetten in het logopedisch onderzoek naar spraaklangstoornissen in Vlaanderen. Joris heeft ondertussen ook een dia tevoorschijn getoverd met wat prijsinformatie. Wellicht hebt u die informatie ook al via de website www.skotest.be. Dat zal straks nog wel in beeld komen trouwens vernomen. Daar is hij al. Dank Joris. Als je nog even wilt terugkeren naar de dia met de prijzen, dan ga ik daar toch nog even over. Wij werken dus met een systeem van licenties en credits, zoals dat tegenwoordig bij heel wat tests, ook internationaal, wordt gebruikt. Dus we springen daar denk ik toch wel op de moderne kar. We werken met individuele licenties voor privaatwerkende logopedisten, met groepslicenties voor mensen uit CAR, voor mensen uit scholen, buitengewoon onderwijs of andere groepspraktijken. Het verschil zit hem natuurlijk in de intensiteit van het gebruik, laat ons zeggen. Zo'n licentie is 5 jaar geldig en omvat alle SKO-modules, ook degene die, en Joris zal daar straks meer over zeggen, nog in ontwikkeling zijn. Dus het is niet zo dat daar achteraf nog extra kosten zullen bijkomen. Kort samengevat komt het erop neer dat als u met 4 gebruikers gelijktijdig dan het SKO wilt gaan toepassen, dan is het sowieso voordeliger om voor die groepslicentie te kiezen. Op het ogenblik dat afnames aan de gang zijn en slinken, dan wordt u daarvan ook op de hoogte gehouden via het programma en kunt u dus desgewenst per pakket van een aantal credits dat achteraf ook nog gaan bestellen. Mochten daar nog concrete vragen over zijn, houd die alvast tot na het webinar, zou ik voorstellen. Dan gaan we daar met plezier op in.
Zo, ik ben zo wat door de inleiding. Ik hoop dat u nu het volgende, ja, laat ons zeggen, uur en een twintigtal minuutjes helemaal geïnformeerd raakt over dit nieuwe spraakklankonderzoek, het SKO. Ik geef graag het woord aan Joris eerst en vooral. En nadien zal ook Ingrid een aantal praktische aspecten van het SKO belichten. Dank voor uw aandacht, Joris, aan jou het woord. Dank u, Geert. Blij hier te mogen zijn. Terug naar het begin misschien, best. Mama. De jongen is niet aan het wenen. Hij is aan het... lachen. Goed zo. Jij mag dat zeggen, zei mijn kleindochter tegen mij. Want ze had oma zien passeren en de deur van de snoepkast open doen. Dus eigenlijk toont deze blooper wel dat je best het SKO afneemt in een geluidsvrije, storingsvrije ruimte. En dat het kind de opdracht krijgt om voor de laptop te blijven en de oefeningen die aangeboden wordt volledig af te werken. Zoals Ingrid zei, zijn we in 2011 gestart met de voorbereiding, ook met de opbouw van de test, de architectuur van de test uitstippelen. Daarbij hoorde dan ook het kiezen van de doelwoorden en we hebben daar voor elk van die dingen zeker de nodige tijd uitgetrokken. Zodanig dat we in 2014 konden starten met het normeringsonderzoek. Dankzij de vele studenten die hieraan meegewerkt hebben. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er iemand in het publiek zit nu die een naam heeft van een van de studenten die hieraan meegewerkt heeft. Nu, ik hoor dat misschien straks wel bij het vragen stellen of zo, maar misschien dat de Lies die ik heb zien passeren ook een van de studenten was die meegeholpen heeft, het zou kunnen. De data van dat normeringsonderzoek hebben wij dan verzameld en we zijn ook tegelijkertijd begonnen met de voorbereiding van de verschillende modules, zodanig dat we in 2017... het basisonderzoek konden finaliseren. Zoals Ingrid vertelde, Jean-Pierre Martens heeft daar enorm bij geholpen, want het is sindsdien dat we via Jean-Pierre de implementatie in het web-based platform Assisto hebben kunnen verkrijgen. We hebben die periode dan, 2019 was dat, afgesloten met een uitgebreide testperiode. De mensen die getest hebben, en het was een ploeg van meer dan 10 logopedisten, stonden zeker met hun beide voeten in het veld. Het waren specialisten in zaken spraakklankstoornissen. En hun feedback heeft een waaier aan andere mogelijkheden opgeleverd en ervoor gezorgd dat wat we uiteindelijk eind 2019 konden aanbieden, dat dat dan een volwaardige, goed te gebruiken test geworden is. We hebben ons gehaast, maar 9 jaar is ook niet min. In het begin van het jaar 2019 hadden we zo de hoop dat we nog net voor de regeringsvorming zouden eindigen. En dat hebben we gedaan. Zo 4 september hebben we het gepubliceerd. En ik denk dat het een week later was dat de regeringsvorming er was. Dus opdracht geslaagd. Als je een test ontwerpt, dan sta je voor een heel aantal keuzes. Stel dat je een test wilt ontwerpen die in feite een kopie is van een bestaande test, dan zijn die keuzes beperkt, maar in dit geval waren de keuzes eigenlijk wel één voor één te nemen. We hebben de keuze gemaakt tussen de aanbiedingswijze, is het een spraakstaalafname of gaan we werken met een één-woord-test? We hebben gekozen voor de single-word-test, omdat
het testen van, omdat daarmee een test afnemen iets gemakkelijker ligt en zeker comfortabeler is, indien het dan gaat over kinderen die een hoge foutenlast hebben bijvoorbeeld, of qua ontwikkeling wat minder sterk staan, dan is een eenwoordtest een stuk betrouwbaarder in afname. We hebben ook moeten trancheren of dat we de test gingen afnemen met doelwoorden die moesten nagezegd worden of benoemd worden, spontaan benoemd dan. We hebben de beide gekozen, dus een heel aantal woorden moeten spontaan benoemd worden. Of dat wordt toch in eerste instantie verwacht dat ze spontaan benoemd worden. Er zitten ook een aantal meerlettergrepige woorden tussen die we dan aanbieden via nazeggen. De doelwoorden, dat is uiteraard een serieuze keuzeopdracht geweest. En we hebben ze ook nog eens allemaal mooi afgeprint per oefening. Straks gaan we dat zien in het programma, worden de 72 woorden onderverdeeld in aparte oefeningen, waarin dan zo'n 12 doelwoorden aangeboden worden. We hebben hiervan een manueel scoreformulier gemaakt. Dat staat ter beschikking, kun je afhalen van de website. In feite heb je een manueel scoreformulier bij deze test niet echt nodig, maar er zijn toch nog altijd een aantal logo's die niet kunnen afkicken en daarvoor hebben we het voorzien. Zoals jullie zien zijn het in totaal 72 woorden geworden, waarvan de laatste 5 woorden dan die meerlettergrepige zijn, die enkel moeten nagezegd worden. Voilà. We hebben ook keuzes moeten maken in hoe de test werd afgenomen. We hebben erg veel input gerealiseerd in het protocol. In de handleiding staat het protocol, denk ik, vrij uitvoerig, maar begrijpelijk beschreven. Het is zeker een aanrader om of dat je de test nu al gekocht hebt of niet, toch eens te kijken naar de handleiding en het protocol er van te bestuderen, zodanig dat je niet onvoorbereid aan de test gaat beginnen. We hebben tenslotte ook nog moeite gedaan om het verschil tussen een fonetische benadering en een fonologische benadering te overstijgen met een gebalanceerde interpretatie daarvan. En we hebben dat gedaan op basis van een verantwoorde klassificatie, waarover straks nog meer. In deze dia heb ik geprobeerd om de hoofdopdrachten die we telkens voor of gedurende heel het proces voor ogen hebben gehouden, om die weer te geven. En opdracht nummer 1 was de zorgen voor een groot gebruiksgemak. Gebruiksgemak, dat wil zeggen comfort voor de therapeut, voor de onderzoeker, maar zeker ook comfort voor het kind dat de test ondergaat. Het feit dat de test computerondersteund wordt afgenomen, is in feite al een grote bijdrage aan deze eerste opdracht. We willen ook absoluut de nieuwe inzichten rondom spraaklangstoornissen implementeren. En het is effectief zo dat in het laatste decennium, vanaf het jaar 2000 zelfs, dat er heel wat nieuwe inzichten gepubliceerd zijn, dat de literatuur daarvan echt wel de moeite te bestuderen is. En we hebben ervoor gezorgd, denk ik, en we zijn er denk ik in geslaagd, om al deze nieuwe inzichten ook in de test te implementeren. Ten slotte was het belangrijk voor ons om van die uitvoerige test, om op het einde van die test dan ervoor te zorgen dat er een goed rapport uitvloeit, een rapport dat niet overdadige gegevens, maar wel de juiste en de correcte gegevens aanbiedt. Dat hebben we geprobeerd en daar zullen jullie straks over kunnen oordelen. Het normeringsonderzoek is dus gestart in 2014. We hebben er een kleine 3 jaar over gedaan om 744 kinderen te testen. In feite zijn er meer getest, maar we hebben 744 cases kunnen overhouden voor de normering dan. We hebben die groep mooi verdeeld.
372 jongens, 372 meisjes. Maar achteraf bekeken is dus, achteraf bezien is gebleken dat er geen verschil is tussen de prestaties van de jongens ten overstaan van de meisjes. Dat is een fenomeen dat in de vorige eeuw niet aanwezig was, maar dus ondertussen ook al in een aantal andere testen naar voren gekomen is. Terwijl vroeger de meisjes iets beter presteerden, ook zeker op jongere leeftijd, is het verschil daarvan volledig geniveleerd. Er zijn dus ook in die test geen aparte normgegevens, normscores voorhanden. Meisjes en jongens scoren op dezelfde manier. We hebben de proefgroep onderverdeeld in 6 leeftijdsgroepen. Die variëren tussen de 2,5 en de 8 jaar. En het leeftijdsbereik dat we daarvoor voorzien hebben, dat is ook onderzocht of dat effectief ook wel een verschil aan resultaten geeft. En dat is ook zo gebleken. Dus het zijn gebalanceerde groepen geworden. In de jongste leeftijden gaat dat telkens met een half jaar vooruit. In de oudere leeftijd is dat met een jaar of anderhalf jaar dat het leeftijdsbereik uitbreidt. We hebben getest, evenredig verdeeld over alle provincies, om ervoor te zorgen dat we ook informatie kregen over dialectvarianten, die dan uiteraard moeten gedispenseerd worden, want een dialectvariant is geen spraakklankfout. Daarover ga ik straks nog iets meer zeggen. De scores die de test hanteert, die bereikt na automatische analyse. Maar we hebben ook een manuele analyse laten gebeuren. En er is gebleken, en dat was belangrijk voor ons om dat te weten, dat er een zeer hoge overeenkomst was tussen wat manueel berekend werd en wat door de computer automatisch berekend werd. We hebben daar een paar kleine verschillen opgemerkt en die verschillen hebben we telkens kunnen herleiden naar een manuele fout, dus menselijke fout, menselijke onvolledigheid en de automatische analyse wat altijd in elk geval vollediger. We hebben ook nagekeken of de interbeoordelaarsovereenkomst voldoende was. En uiteraard, als je de test afneemt, dan is de inter-rater agreement wat betreft het scoren van de test na transcriptie, die is 100%, aangezien het één motor is die zorgt voor die scoring, namelijk het programma zelf. Maar we hebben ook gekeken of verschillende logopedisten die de test afnamen en eerst met aandacht de handleiding hadden doorgenomen, of zij deze test op een gelijkaardige manier konden volledigen. En dat is ook zo gebleken. Die inter-rater agreement is gemeten en lag zeer hoog. De Kronbach's alpha tenslotte heeft dan ook de hoge betrouwbaarheid van de test bewezen. Even een woordje nu over de klassificatie, die eigenlijk de basis is geweest van de architectuur van deze test. Carolyn Bowen, een Amerikaanse logopediste, zei onlangs, het is een eindje geleden, het is meer dan 10 jaar geleden. Terminology presents a major challenge in the field of speech pathology. The terminology in our field has been described as inconsistent, variable, inadequate, a mess, in a state of chaos, in a bottleneck. Caroline Bowen was dus niet echt te spreken over de terminologie die in het logopedisch werkveld gehanteerd werd. En die observatie die geldt voor de Angelsaksische literatuur, maar evengoed voor wat wij hier te landen moeten bekijken. Ik heb hier de toren van Babel van de verschillende termen in zaken spraakklankstoornissen even afgebeeld. Als we dan de term articulatiestoornis even bekijken, dat is in feite een pars pro toto. Het is een weinig accuraat gekozen term. Het is een term die al heel oud is. Het is een term die dateert vanuit de tijd dat de medische kijk voldoende was.
En in de literatuur is het nu zo dat de term articulatie die stoornis of articulation disorders stilaan overal vervangen wordt door de Engelse term speech sound disorders of in het Nederlands spraakklankstoornissen. Dus ik heb een kleine suggestie voor iedereen. Laat ons de term articulatiestoornis ten grave dragen en proberen van ons te limiteren tot de term spraaklangstoornissen. Nu, dit alles om te vertellen dat we dus in het begin bij de opbouw van de test toch wel voor een probleem stonden. We willen spraaklangstoornissen onderzoeken, maar wat zijn dat dan juist? En zoals gezegd, de laatste decennia is er heel wat informatie bijgekomen en is het veld van de spraaklangstoornissen wat stukken uitgebreider beschreven. Gelukkig was er Barbara Dodd, die de functionele spraaklangstoornissen klassificeerde. En als je de literatuur, de recente literatuur voor het ogenblik naleest, dan kun je zien dat deze klassificatie het meest gevolgd is. En wij hebben ze dus ook als de juiste klassificatie aangenomen. Zij vond dat de functionele spraaklangstoornissen konden onderverdeeld worden in deze drie grote onderverdelingen. In de eerste plaats de articulation disorder, dus die spraakklankstoornissen die we straks op een andere naam zullen gaan geven. Dan de fonologische spraaklankstoornissen, waarvan er drie types zijn, drie subtypes. De fonologische ontwikkelingsvertraging, de consistente atypische fonologische stoornis en dan de inconsistente fonologische stoornis. Waarschijnlijk zijn die drie subtypes bij jullie alle drie bekend. En zij nam dan in haar klassificatie ook nog de childhood apraxia of speech over, CAS afgekort voor de Anglo-Saxische term. In het Nederlands spreken wij nu tegenwoordig, ik denk dat er eensgezindheid rond is, dat de term SOD gebruikt wordt, spraakontwikkelingsdyspraxie. Dat stond er ook in. Oké, dit waren dan de functionele spraaklangstoornissen. Met de werkgroep hebben we daar de spraaklangstoornissen met een duidelijk oorzakelijk aan te duiden verband in opgenomen. En we kwamen dan tot deze volgende rangordening. In eerste plaats de fonologische stoornissen met de drie subtypes. Dan de neurogene spraaklangstoornissen, waaronder spraakontwikkelingsdyspraxie valt en dysarthrische spraaklangstoornissen. Er wordt wel eens gezegd dat de spraakontwikkelingsdyspraxie een motorische stoornis is. Maar het is in feite geen motorische stoornis, maar een stoornis van de sturing van motoriek, de correcte opeenvolging van het motorisch plan dat moet geproduceerd worden. Dus het is in feite in grond een neurogene spraaklangstoornis. Daarnaast hebben we de structurele spraaklangstoornissen en wat dat betreft denk dan bijvoorbeeld aan schizis. De andere niet-organische spraaklangstoornissen, daaronder vallen dan onze sigmatisme en rotacisme en dergelijke. En dan tenslotte hebben we nog de spraaklangstoornissen die samengaan met auditieve problemen. Dus dit is de rationale van de opbouw van onze test geworden, de basis waarop we de rest van de test hebben geënt. En dan kwamen we tot een aantal modules met in de eerste plaats het basisonderzoek, de hoofdmodule, hetgene nu gepubliceerd is. En daar rond een paar modules die, en zoals Ingrid ook beloofd heeft, we gaan ons best doen en we durven misschien ons hand in het vuur steken dat voor het einde van het volgende jaar zou allemaal gerealiseerd zijn en dus ook benaderbaar in het programma. De sneltest, wat houdt dat in? Wel, we testen graag adaptief. En het is zo dat we met die sneltest, die minder dan 3 minuten in beslag neemt, al kunnen uitmaken of verder testen nog noodzakelijk is. Ja?
Het is een afgeslankt basisonderzoek, of een zeer sterk afgeslankt basisonderzoek, maar wel een korte test die uitmaakt of het verder onderzoeken aangewezen is. Het basisonderzoek biedt uiteraard de algemene meetdoelen, de fonetische en fonologische evaluatie. En ik denk niet dat er in het Nederlands taalgebied een test bestaat die zowel fonetische als fonologische evaluatie biedt. Ik denk dat dit zeker voor Vlaanderen een eerste aanbod is. Voor de bijkomende modules kijken we nog niet naar de module SR en interdentaliteit. En dat is dan vooral belangrijk om die spraaklangstoornissen A en O verder te kunnen onderzoeken. We kijken ook naar de module diadochokinese, die belangrijk is indien we een vermoeden hebben van een neurogene spraaklangstoornis. En een module inconsistentie, die belangrijk is indien we een vermoeden hebben van een inconsistente fonologische stoornis of van SOD. Oké. Als we dat even in dit tabelletje gaan bekijken en ik neem er spraakontwikkelingsdyspraxie uit, dan zouden we kunnen zeggen dat de sneltest absoluut niet nodig is, want kinderen met een spraakontwikkelingsdyspraxie die tonen overvloedige symptomen. Dus we weten al zeker dat we uitgebreid gaan moeten onderzoeken. Het basisonderzoek is aangewezen. De module diadochokinese is zeker ook interessant om af te nemen en de module inconsistentie is af te nemen. Waarmee ik niet wil zeggen dat daarmee dan een volledige differentiële diagnose van SOD rond zou zijn, want je hebt uiteraard ook nog uw observaties nodig en eventueel ook nog een aantal andere onderzoeken die daarbij zouden kunnen dienstig zijn. Maar het geeft dan toch wel de belangrijkste aanwijzingen. Tussen haakjes, inconsistentie is één van de drie kernsymptomen voor spraakontwikkelingsdyspraxie. Dan even iets over de test zelf. En daarvoor gebruik ik de dia's van professor Jean-Pierre Martens, die zegt er is een onderscheid te maken tussen het SKO en Assisto. Het SKO, dat is de test. We nemen spraaksamples af. We laten de kinderen woordjes benoemen of nazeggen. De logopedist zorgt voor de transcriptie van die producties van het kind. En dan is het werk af, want de rest doet het computerprogramma. De interpretatie van die transcriptie gebeurt volledig automatisch. En een rapport wordt in no time ook automatisch aangeleverd. Assisto is het digitaal platform waarop SKO kan draaien. En Assisto, dat is een webservice. Dat wil zeggen dat alles gebeurt in de cloud. Op uw eigen laptop of computer wordt er niks of bijna niks, zeer kortstondig misschien iets opgeslagen. Je hoeft ook niks te bewaren. Dus het is een volledig webgebaseerde service. De computer die dit alles waarmaakt, die staat in de Gentse Universiteit. En die wordt dus nog voor het ogenblik gratis onderhouden, en dat zal ook nog wel een tijdje zo zijn, door de Universiteit Gent. En meer specifiek dan door professor Martens hemzelf. Het volledige programma staat gratis ter beschikking van therapeuten. Ik moet hierbij vertellen dat Assisto een ongelooflijk krachtig instrument is, waarmee je dus bijvoorbeeld ook zelf oefeningen kunt ontwikkelen en die oefeningen via de computer, dus met de patiënt, dus de patiënt kan die oefeningen afnemen. U kunt dat zelf beoordelen dan. Je kan oefeningen vooraf klaarzetten voor de patiënt. Het is dus een ideaal instrument om telelogopedie te geven. Wat dus de dag van vandaag ook wel een beetje aan de orde is, denk ik. Tijd om een demonstratie te geven. En ik hoop dat ik daarin ga lukken. Vergeef mij als het wat hapert, maar dat ligt dan volledig aan mij. Wat ik ga doen, dat is even tonen hoe je in het programma Assisto, in het programma dan, je
telefoon kan, je micro kan testen en zien of dat hij voldoet aan de eisen die het programma stelt. Ten slotte wensen we dat het programma perfecte opnames van de producties van het kind bewaart. En het is dus wel belangrijk dat die microfoon goed werkt. Ik ga ook even tonen hoe je een kind moet registreren. Als je met de computer het programma wil afnemen, dan moet de computer eerst weten over welk kind het gaat. Dus je moet die patiënt registreren. En je moet voor die patiënt een bepaalde sessie aanmaken. Je moet dus aan de computer vertellen welk soort van test je met dit kind wil afnemen. Ik reserveer de demonstratie, de demo van de afname van de test zelf, dan straks voor het onderdeel waar Ingrid het op zich zal nemen. En ze heeft daar een heel mooi filmpje van en ze gaat dat in extenso toelichten. Dus eerst even naar... Ik kan jullie nog eens zeggen, neem de snelgids erbij, zodat je de verschillende stappen die Joris gaat demonstreren goed kan volgen. Oké, ik begin bij het begin door een keer in te tikken Sisto. Ja, mijn computer weet onmiddellijk dat het welk adres er moet gezocht worden, maar ik ga even googelen. En nummer 1 is de juiste, dus ik klik op Assisto en ik kom in het openingsscherm. Ik klik op therapeut en ik log in en ik zit in het hoofdmenu. Voilà. Zoals jullie kunnen zien is dit een test die geen Windows look heeft, maar specifiek een... Ja, de test is ontwikkeld in een wetenschappelijke onderzoeksomgeving en toont dat effectief ook. Het is recht toe, recht aan. In het Engels, het hoofdmenu staat in het Engels, laat u daar absoluut niet door afschrikken. Zoals Ingrid gezegd heeft, de snelgids helpt u daarbij. We gaan onmiddellijk dan eens overgaan naar het tonen van wat het programma kan. Onder experiments kan ik hier dus mijn microfoon testen. Wat ik nu aan het doen ben, dat is dus iets wat in Gent op de computer geregeld wordt. Dit is niet iets wat ik hier lokaal aan het doen ben. Het is volledig in de cloud dat dit werkt. Om de microfoon te testen vraagt het programma mij om pataka, 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 pataka te zeggen en dit op te nemen. En ik ga dit nu... Ik klik op test microfoon en ik doe wat het scherm mij vraagt. Dat is dus 5 maal pataka na elkaar zeggen en het op te nemen. Pataka, 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 pataka. Pataka, 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 pataka. Ik zie dat de achtergrondsruis oké is. Het vierkantje kleurt groen. Het spraakvolume is ook oké groen. Dus we kunnen verder. Dus zoals gezegd moet je aan de computer vertellen met welk kind je een afname aan het plannen bent. En dus ga je naar patiënten. En ik voeg een nieuwe patiënt toe. En ik voeg hier eender welke... familienaam in. Het is even goed van te onthouden dat in het Engels de achternaam surname genoemd wordt. Het is een beetje verwarrend, maar daaronder staat dan first name en dat weten we ook. En we gaan hem Georges Louis noemen. Mooie naam. Georges Louis kan absoluut niet ouder zijn dan 4 jaar, denk ik. Een jonge kleuter. En die is dus geboren in het jaar 216, eender welke. Voilà. Wat ik niet mag vergeten nu, dat is op add patient drukken. En de computer zegt mij dat Georges Louis op een succesvolle manier toegevoegd is. Terug naar het hoofdmenu. En nu moet ik nog aan de computer vertellen wat we met Georges Louis van plan zijn van te doen. Dus ik moet een
patient session, dus een sessie toevoegen. En ik selecteer daarvoor een template. En template die van boven staat, is degene die ik wil afnemen. Dus SKO basis, klik daarop, het staat erin. En de verschillende oefeningen die daarbij betrokken zijn, die worden al onmiddellijk weergegeven. Alles wat ik nog moet doen, dat is Georges Louis erbij aanklikken. En dan ook weer niet vergeten om op add te drukken. En de computer meldt mij dat hij het begrepen heeft. Dus deze opdracht, deze taak, deze sessie is geregistreerd. Nu natuurlijk, voilà. Het zijn reeksen. Joris, jij zegt oefeningen. Dat klinkt voor de mensen die het voor de eerste keer horen misschien wel een beetje speciaal. Hè? Ja. En Joris bedoelt eigenlijk verschillende reeksen. Hè? De verschillende reeksen. Maar het is omdat het een platform is waar ook oefeningen mogelijk zijn, dat we eigenlijk met die terminologie ons er eigenlijk een beetje hebben moeten naar schikken. Ja. Oké. Ah, hier zijn we. Ja, het was even moeilijk. Oké, dit heb ik achter de rug. Dan iets vertellen over de afname van de test zelf. Dus wij gebruiken daarvoor de CGN-tekenset, niet het IPA, International Phonetic Alphabet, omdat via het toetsenbord dat ingeven, dat toch altijd tot problemen leidt. Het is veel betrouwbaarder dat we een dergelijke tekenset gebruiken. Dat is een tekenset die eigenlijk afgeleid is van de SEMPA, internationaal reeds breed aanvaard, maar specifiek toegepast voor het analyseren van het corpus gesproken Nederlands. En dat is een gedeeld initiatief Nederland-Vlaanderen, waarbij, ik durf niet te zeggen hoeveel, maar enorm veel spraaksamples opgenomen zijn van kinderen en volwassenen. En de transcriptie daarvan is gebeurd via deze tekenset. Absoluut geen steile leercurve. En we gaan straks zien in het programma zelf dat er ook nog hulp aangeboden wordt. Wat ik ook nog wil vertellen vooraf, dat is dat we in deze test, in de basistest, eender welke distortie gaan transcriberen met een hoofdletter D. Dus stel dat een kind zegt arm in plaats van arm, dus een R non-vibrans presteert, dan zal op de plaats van de R een hoofdletter D komen in de transcriptie. We gaan dat straks ook even aantonen. Goed, ik overloop nu samen met jullie, ik ga dat kort doen, verschillende onderdelen van het protocol. En dat is echt wel de moeite om deze dingen, indien je de test gaat gebruiken, op voorhand op een degelijke manier door te nemen. Dus stel dat het kind am zegt in plaats van arm, dan noteer je dat als am en wordt de R weggedaan. Oké. Dus we hebben een doelwoord en een doeltranscriptie ARM en als responstranscriptie staat er dan AM. Als het kind blokken zegt in plaats van blokken, dan verstilt hij de eind-N en dat is een fenomeen dat meer en meer opduikt. We zeggen ook al lang niet meer pannenkoeken, maar pannenkoeken. Dus die verstilling van die end, van die n, eind n of n in het midden van een woord, dat is redelijk ingeburgerd voor het ogenblik. In Noord-Nederland nog veel sterker dan hier. Daar wordt bijna geen enkele eind n meer uitgesproken. We hebben ervoor gezorgd in de transcriptie dat die n'en tussen die verstilbaar zijn, dat die tussen haakjes staan. En indien het kind een eind n effectief verstilt, dan gaan we die N wegdoen. Dus dan transcriberen we zoals hier.
Maar wat we er ook mee doen, maakt uiteindelijk niet uit. De computer zal geen rekening houden met wat er ook gebeurt met een N die verstelbaar is. Omdat het ook geen fout, niet als fout mag aangerekend worden. Ja, de klemtoon is initieel belangrijk, maar uiteindelijk in de transcriptie niet meer. We hebben de klemtoon genoteerd bij elk woord, maar dat is wel belangrijk, dat is enkel belangrijk om te kunnen differentiëren tussen, is het nu een onbeklemtoonde dan wel een beklemtoonde syllabe die weggelaten wordt. Dus voor het fonologisch proces deletie onbeklemtoonde syllabe eruit te kunnen halen, is dat nodig. Ik ga even wat sneller door. Dus hier hebben we hier het voorbeeld van de R die non-vibrans geproduceerd wordt. En we zien dat bij de responstranscriptie daar de R vervangen is door hoofdletter D. Indien een kind de R vervangt door een J, dus I am zegt, dan is dat geen distortie, zoals wij kijken er tegenaan alsof dat dit geen distortie is. Dat is een stellingname. We zouden het ook anders kunnen gedaan hebben, maar dit is onze manier van dit te bekijken. En daar, indien er een substitutie is door een klank die gekend is, die je kunt herkennen, dan wordt die effectief ook genoteerd en zal de computer dus ook die substitutie kunnen noteren. Oké, stel dat een kind lekt zegt in plaats van likt, dan is dat eigenlijk niet erg. We besteden niet zoveel aandacht aan de klinkers, aangezien we de klinkers verworven zijn, ook al bij de meest jonge kinderen. Nu kan het natuurlijk ook wel zijn dat we uitzonderlijk veel klinkerwisselingen moeten opmerken, observeren, en dan zou het wel kunnen zijn, in dat geval zou het wel kunnen zijn, dat het belangrijk is om die klinkerwisseling toch te transcriberen. En uiteindelijk ga je dan in het rapport in appendix A daar het resultaat van zien. Bijvoorbeeld voor een kind met SOD zou dat wel eens belangrijk kunnen zijn. Het gebeurt uitzonderlijk dat een kind het woord niet kan benoemen of nazeggen. Alles wat je probeert lukt niet. En dan wordt het transcriptieveld volledig leeggemaakt. Er is daar wel een grens aan. Onze meetdoelen zijn allemaal procentueel weergegeven. Dus we verrekenen enkel op basis van hoeveel woorden er effectief ook geproduceerd zijn en volledig geproduceerd zijn. Dat mag ook niet te weinig worden. Dus van de 72 woorden moeten er minstens 67 geproduceerd zijn en mogen er een aantal ander weggelaten worden, maar dat mag dus niet de pan uitswingen. Zegt een kind een woord bijna correct, dan zou je kunnen beslissen om te dispenseren. En ik ga een aantal voorbeelden geven van dispensatie die mogelijk is. Voor het ogenblik bevinden we ons hier met dit voorbeeld in de provincie Antwerpen. Ingrid? En als een kind daar zegt webs in plaats van wesp, dan bootst hij waarschijnlijk perfect na wat hij in de volwassen taal reeds gehoord heeft. Dus die metathesis is een normale of een vrij veel voorkomende dialectvariant. In de Antwerpse regio, ook een deel van Limburg, daar zouden we dat kunnen tegenkomen. Dus als therapeut kan je, en wordt het ook aangeraden, om hier te dispenseren. En dus geen andere responstranscriptie dan de doeltranscriptie in te geven, aangezien het gaat om een dialectvariant die niet als fout mag, kan aangerekend worden. Oké, jonge kinderen vanaf de jongste leeftijd en in de crèches en bij de onthaalmoeders worden opgeleid om altijd en overal verkleinwoordjes te gebruiken. En indien een kind snoepje zegt, en indien we eigenlijk snoep verwachten, dan kan je dat ook dispenseren, want in feite heeft het kind wat we willen horen
op die manier reeds gezegd. Hij heeft het zichzelf enkel maar een klein beetje moeilijker gemaakt. Ik ga daar snel over gaan en dan een demo geven van hoe wat we daar juist besproken hebben, die transcriptie, in het programma gebeurt. En ik zie dat mijn SKO nog open staat. Dus ik ga naar experiments en ik make perceptual ratings. En ik kies daar Jefke uit. Ja. En Jefke heeft de volledige test samen met mij doorgenomen. En ja, Jefke is absoluut geen goed voorbeeld van een kind met een fonologische stoornis. Ingrid gaat daar straks een heel duidelijk voorbeeld van geven. Het enige wat Jefke doet als kindje dat net naar het eerste leerjaar is overgegaan, dat is het vervangen van de r door de l. Ja. Hij heeft dus de volledige test afgenomen en ik krijg hier in deze, in de transcriptiemodule, de woorden ook voor mij en ik kan ze even laten horen. Appel. Dus wat Jefke gepresteerd heeft, zijn producties zijn opgenomen door het programma en zitten voor het ogenblik reeds bewaard in de computer in Gent. Ik kan die laten horen door het aanklikken van die boxen hier en dan beoordelen of de responstranscriptie dezelfde mag zijn als de doeltranscriptie. Dus in feite of dat hij geproduceerd heeft wat we willen dat hij produceert. En in dit geval appel. Is het wel volledig correct. Ik laat een ander woordje horen. Belg. Belg. Normaal gezien staat hier deze doeltranscriptie al klaar. Dit is wat het programma aanbiedt. En ik hoor dat Jefke Belg. Belg zegt. Dat is niet helemaal juist. Ik ga dat hier in het transcriptieveld aanpassen. En ik ben even vergeten hoe die schwa-vowel in de CGN-transcriptie set eruit ziet en ik vind ze hier weer in die drop-down menu, dus nu weet ik het, ik kan het hier invullen en voilà, ik heb de volledige transcriptie zoals hij het gezegd heeft hier ingebracht. En zo gaat dat voor de volgende blokken. Woorden ook. Blokken. Blokken, zegt hij volledig juist, dus daar hoef ik niets aan te veranderen en op deze manier worden dus voor elk onderdeel van de test 12 woorden afgelopen. Ik kan ook naar een volgende oefening gaan. Maar als ik er zeker van ben dat deze volledige oefening getranscribeerd is op de juiste manier, dan beëindig dat met stoprating. Het is erg belangrijk dat dat gebeurt. Het is al eens voorgekomen dat een logopediste bezig was met haar transcriptie en gestoord werd door iets anders. Dus het programma heeft laten openstaan. Na een tijdje sluit de browser of sluit Assisto ook, als het te lang open staat zonder enige input, wordt het afgesloten. Op dat moment was stoprating niet aangeduid en de transcripties die reeds gebeurd waren, waren dus niet gesaved, waren niet bewaard. Het is dus belangrijk van telkenmaal een stoprating te drukken. Voilà, en dat heb ik bij deze gedaan. Oké. Ik kan me voorstellen dat iedereen toch gerustgesteld is nu, hè, dat je die doeltranscriptie er gewoon al krijgt. Hè. Je krijgt echt die doeltranscriptie, die staat er al op je scherm. En je moet enkel, als er een fout is van het kind, de klank die fout is, dan in de plaats zetten of ene weglaten. Voilà. Goed. Welke motor zit er achter deze test? Dus het is zo dat we een kind voor de computer zetten en we vragen hem om woordjes te benoemen en woordjes na te zeggen. De computer onthoudt dat.
De logopedist transcribeert dat, zet dat om in een tekenset en dan, vanaf dan gaat de computer automatisch aan het werk en doet voor ons, ik weet niet of dat er veel onder jullie zijn die ooit een AFPO berekend hebben, geanalyseerd hebben, ja, waarschijnlijk wel. Dus jullie weten heel goed hoe lang dat duurt. Wel, dit hier, dat gebeurt dus volledig automatisch door het programma zelf. Maar hoe doet hij dat? Hoe maakt hij een automatische analyse? Het geheim daarachter is een automatische opleiding. De computer kent de doeltranscriptie, die je hier ziet. En hij weet dus ook, nadat je als logopedist dat getranscribeerd hebt, wat het kind er uiteindelijk van gemaakt heeft. De sterkte van het programma zit hem hierin, dat de computer met bijna zero fouten ervoor kan zorgen dat de juiste klanken, dat de juiste consonanten en klinkers onder elkaar opgelijnd worden. Wat dan in stap 2 aanleiding geeft tot een vergelijking van de beide klanken zoals ze getranscribeerd zijn in de doeltranscriptie en in de responstranscriptie. En in dit geval hier zegt het kindje in plaats van giraf, siraffe. De computer ziet dat de je vervangen is door de se en weet dan wat hij vervolgens moet doen. Hij weet dat omdat we dat ook aan de computer verteld hebben. We hebben gedefinieerd wat bijvoorbeeld een procent consonant substitutie moet zijn. Dus als de computer dat moet berekenen, dan weet hij dat hij het aantal gezegde doelconsonanten, die substituties zijn, moet delen door het aantal gezegde doelconsonanten. En dat vermenigvuldigen met 100 en dan komt hij op een percentage of procent consonant substituties. Evengoed gebeurt dit voor alle substitutieprocessen. Ik neem er eentje uit, backing. En Ingrid zal er straks ook nog zeker op terugkomen. Maar het is belangrijk dat jullie hier kunnen meekijken wat de definitie van backing in dit programma is. Dus backing, dat gebeurt door op te merken welke het aantal gezegde doelconsonanten die gesubstitueerd zijn door een consonant met een minder frontale positie. Dus een positie, een tongpuntpositie of een articulatiepositie die verder naar achter ligt dan de positie waar het doelconsonant zich moet bevinden. Dat is een dat dan gedeeld door het totaal aantal gezegde doelconsonanten maal 100, dat geeft dan het percentage backing aan en dat is wat de computer berekent. Hetzelfde systeem voor de syllabestructuurprocessen. Jullie hebben dit in de handouts staan en zullen eender welke definitie met gemak eens kunnen nakijken. Maar ik ben bijna rond, ik hoef nog enkel iets te vertellen over de gebruikte meetdoelen en het rapport in het programma. Wat wij aanbieden in het rapport, dat zijn algemene meetdoelen. En als algemene meetdoelen hebben we de PCC. Onder ingewijden in het veld, zeker gekend. Maar toch even erbij vermelden dat dit de eerste maal is dat er een Nederlandstalige test, een PCC, percentage consonanten correct, als meetdoel geeft. En eindelijk komen we daarmee op hetzelfde niveau te staan als de meeste internationale testen, die dus allemaal uitgaan als belangrijkste meetdoel van een PCC. We geven daarnaast ook een percentage fonologische processen, maar dan enkel en alleen voor de substitutieprocessen, apart en een percentage fonologische processen, apart voor de syllabestructuurprocessen. Het zou goed mogelijk zijn dat er in een volgende versie
En indien er een volgende versie komt, dan is dat volledig transparant voor jullie. Of bedoel, dan gebeurt dat zonder dat jullie er iets van merken. Het programma wordt aangepast in de server in Gent. En zonder dat dat enig effect heeft, zullen jullie, zonder dat dat extra werk van jullie vraagt, zullen jullie dus het programma op een aangepaste wijze kunnen gebruiken. Het zou dus kunnen zijn dat we straks ook wel een gewoon percentage fonologische processen totaal gaan inbrengen, omdat dat misschien een vraag is die door een aantal mensen gesteld wordt. Wat de fonetische analyse betreft, zien we dus de foute categorieën die iedereen kent, de omissies, de substituties, de distorties en de addities, die zullen vermeld worden. Wat de fonologische analyse betreft, beperken we ons tot de substitutieprocessen en de syllabestructuurprocessen. Spijtig genoeg zijn we er niet toegekomen om de harmonieprocessen ook te integreren. Er zijn een aantal redenen voor, maar de allerbelangrijkste reden is dat we gemerkt hebben tijdens het normeringsonderzoek dat het identificeren van harmonieprocessen absoluut onbetrouwbaar is. Nou, het hangt er sterk vanaf hoe de logopedist in kwestie opgeleid is en hoeveel hij of zij zich nog herinnert van die opleiding, hoeveel hij of zij het in hun vingers hebben om harmonieprocessen te herkennen, ook de mate waarin er een wil is om eerder naar identificatie van harmonieprocessen te gaan dan naar de basis daarvan, dus de substituties of de weglatingen. Als conclusie daarbij hebben we besloten dat we de harmonieprocessen niet voorzien, dat we daar geen analyse van voorzien, omwille van hoofdzakelijk onvoldoende betrouwbaar. En ik denk dat we dan ongeveer in hetzelfde rijtje staan als Metafon, die ook geen harmonieprocessen bekijkt. Oké, dan heb ik nog een laatste demootje te doen. En dat gaat dan over het downloaden of het bekijken van de resultaten en het downloaden van het rapport. Ik zit nog steeds in het programma. Ik ga naar Patient Sessions en ik klik op Progress and Results. En ik ga even kijken hoe dat Jeffke het ervan afgebracht heeft of wat het rapport daarvan gaat zeggen. Nu, hou in gedachte dat het zeker geen kind is met een brede foutenlast, dat het een exclusief probleem is bij Jeffke. Ik klik hier op More en de computer geeft dan onmiddellijk al een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Maar ik ben daar niet mee tevreden. Ik wil een volledig rapport en ik kan dat hier opladen. Dus als hij hierop klikt, dan zegt hij, wil jij dit rapport dat in RTF-versie is opgesteld. RTF wil zeggen Rich Text Format. En dat is een formaat dat door eender welke tekstverwerker, je hoeft zelfs nog niet over wat is Word of de Microsoft programma's te beschikken. Je kan dit met eender welke tekstverwerker bekijken. Dus hij vraagt of dat ik dat programma wil downloaden. En ik ga dat hier even downloaden, opslaan. Oei, ik heb dat vanmorgen ook al gedaan. Oké, dan is het opgeslagen en ik kan het onmiddellijk gaan bekijken. Voilà, ik open Word en hier staat het volledig rapport. Weliswaar met enkel essentiële informatie, dus de naam, geboortedatum en dergelijke, maar de informatie bij de anamnese, die is nog niet ingevuld en dat kun je dus als logopedist zelf volledig hier in het programma in die tekstverwerker invullen. Dus ik kan bijvoorbeeld daar straks invullen dat Jeffke werd aangemeld door de moeder omwille van en zo verder. Ja, oké, ik ga dit even sluiten. En teruggaan naar de presentatie. Want daar heb ik hetzelfde rapport reeds en ik kan hier even de onderdelen
apart gaan bekijken. Dus de algemene meetdoelen, zoals gezegd, PCC, procent consonanten correct. We hebben hier een procent en daarnaast een percentiel. Al naar gelang waarover het gaat, is het ene belangrijker dan het ander, maar ik raad u zeker aan om steeds het percentiel goed in oog te houden. Dus, Jefke, met op 6-jarige leeftijd een consequente vervanging van elke R door een L, komt toch ook al aan een percentiel 5 wat betreft de PCC. Dan kijken we naar de fonetische foutencategorieën en hier zien we dus ook weer de percentages en de percentielen voor de omissies, substituties, distorties en addities. Oké, dit blijven nog steeds algemene meetdoelen. Dit wordt dus ook herhaald voor de substitutieprocessen en voor de syllabestructuurprocessen. Dan zijn we aan de fonologische analyse bezig. Ik moet er wel bij vertellen dat enkel substitutieprocessen in het rapport opgenomen worden indien ze meer dan eenmaal voorgekomen zijn en indien ze een percentiel lager dan 50 genereren. Het kan dus wel zijn dat een ander proces gebruikt is, maar dat het slechts eenmaal is gebruikt, of dat het één of meerdere maal gebruikt is, maar dat het voor die leeftijdsgroep nog altijd een percentiel boven de 50 doet scoren, dus dan wordt het niet opgenomen. Jullie zien hierbij dat ik dat de logopedist in kwestie bij bespreking reeds genoteerd heeft. Dat zijn dus, Jeff valt enkel uit voor lateralisatie, dat zijn dingen die de logopedist zelf heeft toegevoegd. Oké, en er kan uiteraard een algemeen besluit toevoegen. De spraak is, tetteretet, en zo verder. Oké, en je ondertekent dan, en dat is ook iets wat hij zelf toevoegt, met de naam van de onderzoeker, en in dit geval was dat M. van Lanst. Goed, nog een belangrijk iets, dat is appendix A en appendix B. Ingrid zal daar ook straks op terugkomen, maar in appendix A gaan we dus een analyse zien per foneem. En hier zien we dus dat hij vrij exclusief dingen gedaan heeft, dus enkel de R staat hier vermeld. Ik ga straks een voorbeeldje tonen van een kind met een vrij veel hogere foutenlast. En in appendix B, daar zien we elk woord opgesomd waarbij er een transformatie opgetreden is. Daarbij geeft appendix B dus het volledige verhaal van dit is de doeltranscriptie, dit is de responstranscriptie, de computer zegt dat er daar één substitutie, één lateralisatie en één epenthes is bij dient geannoteerd te worden. Dat is appendix B. Ik toon even een ander rapport van een kindje met een veel grotere foutenlast. En ik ga daar naar appendix A. En daar, als we dan kijken naar welke transformaties er allemaal gebeurd zijn voor welke consonanten, dan staat er hier een veel uitgebreidere lijst. En voor elke consonant afzonderlijk staat er dus ook vermeld of het om een omissie, substitutie of distortie gaat. En in casu over hoeveel procent dat het dan gaat. Telkens ook weer enkel indien de fout meer dan één keer is voorgekomen. En indien het foutenpercentage hier groter dan 20% is. Evengoed zo voor appendix B, die dan veel uitgebreider zal zijn. En ik scroll naar beneden en jullie zien hier dat hier een hele lijst van woorden niet geproduceerd zijn zoals ze bedoeld waren. Dus de doeltranscriptie is gewijzigd geworden. En jullie zien hier in een volledige rubricering daarvan. Het is dus bijvoorbeeld ook mogelijk van met de control-find functie te gaan kijken hoeveel maal het kind backing heeft geproduceerd. En ja, dus hier
kunnen we dan in de appendix B die backings opsporen en we kunnen ze één voor één gaan bekijken of dit effectief een verbacking is, dus een velare backing, of dat het gaat om een plaatsing, een substitutie door een consonant die nog niet zo ver afwijkt van de originele. Dat is mogelijk en Ingrid gaat daar zeker ook straks op terugkomen. Voilà. Ik denk dat ik hiermee rond ben en het is graag aan jou dan, Ingrid. Goed, dankjewel Joris. Ik ben altijd heel blij dat jij heel dit inhoudelijke deel helemaal op jou neemt. Bedankt. Zoals er straks al gezegd, ik wil jullie graag vertellen over mijn ervaring met het onderzoek. Ondertussen gebruik ik het SKO een drietal jaar. En toch had bij heel wat kinderen vanuit ons revalidatiecentrum afgenomen. Nu, ik was heel blij en ook een beetje vereerd dat men in 2014 vroeg of ik niet wilde deelnemen aan de werkgroep om vanuit de praktijk echt mee te denken. En ik heb dat altijd heel graag gedaan en doe dat nog altijd verder, omdat ik het zo belangrijk vind, ja, naar het werkveld, dat we het inderdaad aftoetsen. En ja, heel tevreden, zoals ik daar straks al zei, dat een heel deel zo automatisch kan verlopen. Ik denk dat ik jullie niet moet overtuigen van het belang van een goed spraaklankonderzoek. Want ja, daar kan je je behandelplan op maken en daar steunt heel je behandeling op. Nu, ik hoor nog te veel mensen in de praktijk die zeggen, ja, maar voor uitspraak, voor articulatie, heb ik geen onderzoek. Ik laat wat prentjes benoemen en dan hoor ik het wel. En dat doet me eigenlijk altijd echt wel pijn. Omdat je kan zoveel efficiënter werken als je inderdaad van testgegevens vertrekt. Nu, dit onderzoek geeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. En Joris heeft het al aangehaald, hè, we krijgen inderdaad mooie procenten en ook percentielen. Nu, percentielen, dat wisten we dat we die zeker moesten meegeven, omdat het RISIF en ook Vlaanderen echt wel vraagt naar het aantonen van de ernst van de stoornis. En die tonen we aan met inderdaad percentiel 3 of minder. Hè. Of dat is toch het percentiel dat het RISIF en de mutualiteiten vragen. Momenteel doen we dat, denk ik, in Vlaanderen vooral met het AFPO. En als je dan het AFPO, als je daar een percentiel 3 op hebt of minder, en als je dan kan aantonen gewoon dat je de kernscore van de self hebt afgenomen, dan kan je aantonen dat je een fonologische spraaklankstoornis hebt, een ernstige. Hè? En dan kan je daar inderdaad 2 jaar je terugbetaling voor krijgen. Nu, we hebben het onderzoek van ons, het spraaklankonderzoek, het basisonderzoek dat helemaal klaar was. Half september is dat uitgekomen. En dan zijn we de procedure gestart om eigenlijk aan de commissie te vragen of dat die op de limitatieve lijst kan geplaatst worden. We verwachten in januari, februari daar een uitslag rond. En dan zullen we dat zeker meedelen op de website. De laatste jaren, hè, Joris heeft gezegd, is de kennis rond spraaklankstoornissen enorm toegenomen. En weten we ook dat de meerderheid van de spraaklankstoornissen fonologisch van aard zijn. En daarom zijn we blij dat dit onderzoek zowel fonetische gegevens als fonologische gegevens geeft. En dat ik niet meer moet zeggen, hè, want eigenlijk zeg ik dat dikwijls op een studiedag, van ja, als je een fonetisch onderzoek afneemt, bekijk dan jouw gegevens door de fonologische bril, om dan zo je besluiten te trekken. Maar het is natuurlijk nog veel waardevoller dat je echt deze fonologische gegevens krijgt naast de fonetische gegevens. Het onderzoek is zeker handig en tijdbesparend. Ik kan me voorstellen, als je het nu voor de eerste keer zo ziet gedemonstreerd worden, dat je wel een beetje denkt van, wat is dat allemaal? Hè? We hebben daar straks al gezegd, je kan op de website zeker de handleiding eens helemaal bekijken. En de snelgids hebben jullie daar ook al gevonden. We raden aan om zeker bij de eerste afnames de handleiding erbij te nemen. Zeker ook bij de eerste transcripties. Het staat allemaal heel
nauwkeurig uitgelegd in de handleiding, maar het is logisch dat je die er in het begin bij moet nemen. De afname verloopt eigenlijk echt wel vlot. Binnen een half uurtje kan je heel de test afnemen. Hè. Joris heeft al gezegd, het zijn maar 72 items, wat toch een heel groot verschil is met bijvoorbeeld het AFPO. Hè. En we krijgen het bij de meeste kinderen rond op een half uur. Nu, het heel bijzondere aan de test is dat, stel dat je een kind hebt die niet voldoende aandacht voor een heel half uur kan geven, hè, kan je gerust je test onderbreken en een volgende sessie verder werken. En de computer heeft onthouden waar dat je het vorige keer gestopt bent en je kan gewoon verder testen. Nu, ik neem de test ook af bij mijn hele zwakke kindjes. Bij de meeste lukt het. We tonen inderdaad het prentje op de computer en de meeste benoemen het. Sommigen hebben wel een aanvulzin nodig als stimulans. Hè. Enkel bij de kinderen waarbij dat het niet lukt, neem ik nog wel mijn koffer met concreet materiaal, hè, van de Hodgson-proef. Maar daar moet ik het helemaal zelf gaan analyseren. Hè. We hebben bij ons in het revalidatiecentrum ook de afspraak gemaakt dat al de collega's, we zijn met 12 logopedisten, allemaal het SKO afnemen. Bij alle kinderen, ook bij een evaluatieonderzoek. Maar dus enkel als het echt niet lukt, is het concrete materiaal. De transcriptie hebben jullie daar straks gezien. En ik wil het toch nog eens extra in de verf zetten. Hè. De computer geeft echt de doeltranscriptie. En jij moet enkel de plaats waar het kind een substitutie gemaakt heeft of een klank weggelaten heeft, die gewoon weglaten. Dus dat loopt heel snel. Het is wel wennen aan de manier van transcriberen. Ik bedoel hiermee, we hebben eerst heel de test afgenomen en het is pas nadien dat je tot transcriptie kan overgaan. Maar dat verloopt echt wel vlot ook. Het is computerondersteund, maar daar ben ik eigenlijk alleen maar blij mee dat die analyse en het rapport er automatisch uitvloeit. En zoals Joris daar straks ook aangaf, ja, het is een grote hulp, maar het is ook veel correcter. De computer maakt geen fouten omdat we het er juist hebben ingestoken. Het is dus een enorme tijdwinst. De computer kan heel veel, al hetgeen dat we er hebben ingestoken, maar het klinisch redeneren moeten wij natuurlijk zelf doen. Heel belangrijk dat je met de gegevens die eruit komen, uiteraard vanuit uw ervaring, vanuit uw opleiding, zelf de besluiten trekt en ook het gehele kader bekijkt. En Joris heeft daar straks al gezegd, je kan zeker zaken toevoegen in het rapport, observatiegegevens en zo meer. Zoals ieder nieuw onderzoek is het natuurlijk wel heel even wennen. Zeker ook omdat het een computerafname is, wat toch wel een paar verschilpunten met een manuele afname met zich meebrengt. Nu, er zit een hele oefenreeks in Try Exercise, bedoeld voor het kind. Hè. We zullen straks bij het filmpje dat ik ga tonen als illustratie, ga je dat zien wat de oefenitems zijn. Dat zijn maar 4 oefenitems. Maar jij kan ook jezelf als onderzoeker testen, zonder dat het je een credit kost, kan je gerust ook bij die try exercise van iedere reeks, de 4 eerste items, worden daar gegeven en kan je eens even het uitproberen en iedere keer eigenlijk ook, hè, want we geven aan het kind de instructie van als het rood wordt, mag je het zeggen. Dat wordt straks nog duidelijker, maar dat moet je toch wel heel even in de vingers krijgen. Ook het microgebruik is natuurlijk speciaal. We raden enorm een microotje aan, een digitale micro, die je voor een €20 kan bestellen. Niet bij ons, maar gewoon, je kan die bij heel veel verschillende firma's bestellen. Digitale micro's, of sommige mensen hebben het misschien wel vanuit de stemonderzoeken enzovoort. Dit is een DAS-microotje dat je ziet. Ik zelf gebruik onder andere naast de DAS-micro ook zulke micro die heel stevig op de tafel staat, maar die kost dan weer iets meer, een €60. De testopstelling is ook wel anders dan we gewend zijn. We zijn als logopedist gewend om tegenover het kind te zitten en hier zitten we veel meer in hoek, zodat we samen de computer kunnen zien en zodat ik als onderzoeker de computer kan bedienen.
Nu, dat wint ook wel. Hè. Je kan inderdaad het kind inderdaad toch voldoende bekijken. Nu, bij andere onderzoeken vind ik het onder andere belangrijk dat ik het kind goed zie en dat ik goed zie wat hij met zijn tong doet. Hè. Bijvoorbeeld om te zien, is het interdentaal of is het addentaal? Nu, bij sommige kinderen is dat heel duidelijk, maar jullie zullen ook de ervaring hebben dat je bij sommige kinderen heel, heel veel moeite moet doen om te zien, is het nu interdentaal of niet? Nu, bij het SKO-basis is dat niet zo belangrijk om te weten, is het nu interdentaal of niet? We hebben een extra module waarbij die interdentaliteit extra in de verf wordt gezet en extra bekeken en onderzocht wordt. Bij het SKO-basis gaan we eigenlijk enkel letten op de fouten die auditief waarneembaar zijn. Nu, bij sommige interdentaliteiten of addentaliteit, als je het hoort, moet je het als distorsie opnemen en inderdaad zo transcriberen. Waarom zeggen we enkel die auditieve fouten? Omdat we uiteraard, eerst nemen we heel het onderzoek af, wordt allemaal opgenomen op het platform, dus in de cloud. En nadien gaan we al die audio-opnames beluisteren. Ik zal inderdaad zeker niet... van mij ga je nooit horen dat je enkel op het auditieve moet letten. Hè. Natuurlijk moet je ook op het visuele letten. Moet je ook zien wat het kind met zijn kaak doet en zo meer. Meestal neem ik ook, als het kan, met een camera de test op. En duid ik op mijn scoreblad of op een notitieblad aan. Van dat wil ik toch nog eens terug bekijken. En bekijk ik enkele fragmenten vanuit het onderzoek. Nu, ik vind het in de cloud zeer duidelijk opgenomen. Zeker als je met een digitale micro werkt. Maar ik ben heel tevreden van de kwaliteit van Assisto. Dat je echt heel zuiver kan waarnemen. Nu, waar ik ook tevreden van ben, is dat je eigenlijk een heel kort spreekstijl hebt. Omdat je enkel hetgeen dat het kind zegt, enkel het woord dat het kind zegt, dat ga je opnemen. Dus om dat achteraf te beluisteren, gaat dat eigenlijk op een, ja, nog geen 10 minuutjes. Het scoreformulier, heeft Joris al gezegd, kan je ook op de website vinden. Nu, ik zelf had daar, ben een van die logopedisten die inderdaad, ja, vanuit die gewoontes eigenlijk altijd met het scoreblad wilde werken. Maar ik moet toegeven dat ik het ook hoe langer hoe minder gebruik, omdat ik weet dat ik kan steunen op hetgeen dat opgenomen is. Nu, dat automatisch rapport, ja, ik was eigenlijk vroeger wel een beetje jaloers op de psychologen die een intelligentietest afnamen en die het rapport gewoon via de computer er konden laten uitrollen. En nu kunnen wij dat ook. Je neemt het allerlaatste item af, je gaat het laatste item ga je transcriberen en inderdaad op één toets duw je en heel dat rapport, heel die analyse rolt eruit. Want jullie zullen het ook wel herkennen, hè, dat je een onderzoek afneemt en die verwerking blijft dan toch nog wat liggen. Je zou eigenlijk heel graag de volgende sessie aan de slag gaan met het kind. Maar meestal heb je toch nog wat tijd nodig voordat je ertoe komt om die analyse te maken. En nu gaat dat inderdaad veel, veel vlotter. Nu, het kost allemaal een credit, maar ja, ik heb daar straks al, ik denk dat jullie het gehoord hebben, van eigenlijk bij het onderzoek dat je afneemt van het SKO-basis, maar ook al die bijkomende modules. Als je dat afneemt, dat allemaal samen en het rapport dat eruit komt, kost 1 credit. En dat heb ik er toch wel graag voor over en ik neem aan heel veel collega's. Ik ga het onderzoek inderdaad nog verder illustreren door een kort filmpje. Het is een filmpje van een kleuter van 4 jaar 9, die bij mij in therapie kwam. Hij had complexe ontwikkelingsproblemen, maar ook zeker complexe spraaklangstoornissen. Wat gaan jullie zien op de film? Ik ga eerst tonen dat ik inderdaad met hem oefen. De 4 oefenitems komen aan bod. En je ziet dat je als onderzoeker kan je rechts onderaan zien wat de verwachte woorden zijn. Ja. Je ziet het ook bij de volgende reeks die aan bod komt. Weet je als onderzoeker wat de verschillende woorden zullen zijn? Dat is uiteraard heel handig. Zeker als je op de duur zonder scoreblad zou werken, dat je goed weet van welke woorden zijn hier bedoeld bij het onderzoek.
Er staat ook op welke wijze we gaan uitlokken. We proberen een zo spontaan mogelijk stimulus te krijgen, zo'n spontaan mogelijke spraak. Ofwel zegt het kind het inderdaad heel spontaan, ofwel krijgen we de hulpzin. Door op het eerste luidsprekertje te duwen, ga je een aanvulzin te horen krijgen. Als het kind het dan nog niet kan zeggen, kan je door op het tweede luidsprekertje te drukken het woord gezegd worden en ga je weer uitgesteld door weer op die eerste luidspreker de zin te laten zeggen, het kind het weer, ja, niet in een directe imitatie, maar een uitgestelde imitatie ga je krijgen. En als dat niet lukt, dan gaan we wel een directe imitatie vragen. Dat wordt zo dadelijk duidelijker. En wat geven we als instructie? We zeggen aan het kind, we gaan een spelletje op de computer spelen en als het vakje rood wordt, zeg jij wat je op het scherm ziet. Nu, bij sommige kinderen is dat voldoende met dat rood worden. Hè. Bij andere kinderen moet ik soms inderdaad zeggen, hè, zeg het maar. Zeg het maar. Maar voor mijzelf zal ik dan inderdaad hierop klikken. Hè, bij neem op, ik klik erop. En dat wordt rood. Het kind vertelt het. Hè. Bijvoorbeeld hier gaat hij zeggen bloem. Maar hem lukt het niet. Hè. Bij jullie zullen zo dadelijk in de film zien dat Vince dit inderdaad goed gaat zeggen. De eerste oefenitems doet hij heel goed, maar je gaat merken bij reeks 1 komt er dan op de duur het woordje bank, waar hij iets helemaal anders gaat voor zeggen. Bijvoorbeeld bank, hè, ik wilde het opnemen, maar hij zegt niet bank, dus ik stop mijn opname, ik ga het opnieuw doen en ik ga inderdaad op het eerste luidsprekertje drukken. Het eerste luidsprekertje voor de aanvulzin, dan zei hij het nog niet, liet ik het woord horen en dan nog eens op het eerste luidsprekertje, zoals er juist gezegd. En dan moet ik zien dat ik inderdaad het opneem op het moment dat het gaat zeggen. Wordt hopelijk duidelijk met de film. Hier gaan we de microfoon in, mama. Dat wordt goed, hè? Klaar, zo is het goed. Ja. Vince, weet jij wat dat... Het zit een beetje vast. Wacht, hè. Hier gaan we de microfoon in, mama. Dat wordt goed, hè? Klaar, zo is het goed. Ja. Vince, weet jij wat dat is? Bloem. Heel goed. Dank je. Wat is dat? Goed. Goed, Vins. Wat is dat? De kikkers. Goed zo. Knap. En wat is dit? Paard. Wat ben jij super. Mama, hoe flink is dat? Goed, hè? Wat is dat? De appel. Ja. Wat is dat? De platen. Ja, eens luisteren, hè. In het park kunnen we gaan zitten op een... bank. Bank. Ja, hè. Luister nog. In het park kunnen we gaan zitten op een... een park. Flink. Goed, hè. Hoge beker. Ja. Dat is juist. Dat is een hoge... beker. Goed zo. Nee, op. Ja. Wacht. Ja, dankjewel, Joris. Misschien heeft het voor jullie allemaal iets meer verduidelijkt. Hè? Nu, ik wil nog een paar dingen eraan toevoegen. We hebben daar straks al gezegd, in ons rapport gaan we zowel procenten zien als percentielen. Nu, wij zijn allemaal gewoon om met percentielen om te gaan. Ik heb hier nog eens de Gauss-curve bijgezet. Omdat het toch wel belangrijk is, zeker bij het begin, dat je met die test begint te werken, dat je vooral op die percentielen gaat baseren. En willen we vooral zeggen, als bij een proces staat dat het kind daar percentiel...
minder dan 10 heeft, dan raden we aan om het in je behandelplan op te nemen. Nu, het is ook belangrijk, je gaat ook procenten krijgen. En de procenten liggen beduidend lager bij ons onderzoek dan bij het Hodson of Metafon onderzoek. Vanuit de methode Hodson weten we dat zij zeggen, als het bepaalde proces een 40% of meer voorkomt, nemen we het op in het behandelplan. Bij Metafon is dat 50%. Bij ons ga je zo'n hoge procenten meestal zelfs niet hebben. En dat heeft ermee te maken hoe dat het eigenlijk allemaal gedefinieerd is en berekend wordt. Zitten we met lagere procenten? Maar dus laat je daar niet door misleiden. Daarmee dat ik dat zeker vandaag wilde zeggen. Kijk in eerste instantie en zeker in het begin naar die percentielen. Uiteraard zijn die procenten ook belangrijk. En op de duur gaan we wel meer daar kunnen mee werken en doorhebben van bij welk procent dat we dat opnemen in ons behandelplan. Nu, ik heb daar straks ook al laten horen. Ik vind dat het ook zeker het SKO basis helpt mij bij de differentiële diagnose te maken. Hè. De definities hebben jullie daar straks al een beetje door Joris horen belichten. Iedere auteur omschrijft zijn definities zelf. En je gaat ook merken, bij verschillende artikels, maar ook bij verschillende onderzoeken, zitten daar kleine verschillen op hoe dat een auteur eigenlijk een proces omschreven heeft, een proces gedefinieerd heeft. Nu, dat kan je allemaal opzoeken in de handleiding. Daar ben ik ook heel blij om, dat dat heel transparant is. Wij hebben gekozen voor brede definities. Hè. En Joris haalde al een beetje de definitie van Becking aan. Maar ik wil hier heel graag toch nog even op terugkomen. Joris heeft ook al gezegd, in appendix B zie je heel duidelijk, zie je eigenlijk al de fouten of al de vereenvoudigingen die het kind heeft gemaakt, krijg je daar achtereenvolgens. En daar ben ik ook heel blij mee, omdat ik dan echt kan zien van welke fouten heeft hij gemaakt en wat zegt de computer, met welke processen komt dat overeen. Nu ja, heel handig dat die computer dat allemaal eruit haalt. Hè. Joris, kan je nog een verder laten zien? Bijvoorbeeld, ik staat dat bij die appendix B. Het kindje zegt niet banaan, maar zegt bamaan. Dus het kind doet van de n, maakt hij een m. Een plaats van iets meer van achter de n, maakt hij meer naar voor. Maar hier heb ik het over een hele kleine verschuiving. En wij noemen dat bij ons onderzoek ook fronting. Omdat het zo gedefinieerd werd dat al die plaatsen, zelfs als het één kleine plaats naar voren schuift, noemen we het fronting. Maar dat is uiteraard belangrijk als we dan de methodes die we kennen daarop gaan opzetten in therapie. Zou ik aanraden om niet de cue te gebruiken meneertje voor en meneertje achter, omdat we hier niet op het contrast voor-achter moeten werken, maar zou ik andere cues nemen. Hè? Bijvoorbeeld de cue, het is niet met de lippen, maar we gaan het met de tong zeggen. Hè? We zeggen de mm. En hetzelfde voorbeeld hebben we ook bij Becking. Ik haal hier het voorbeeldje uit. Het kind zegt niet vork, maar tolk. Van die V maakt hij een T. Dat is dan in de andere richting. Hè? Van de V een T noemen we bij ons onderzoek Becking. En hier gaan we inderdaad ook weer met andere cues werken en niet echt met die hele grote contrasten. Dit wilde ik jullie zeker maar vertellen. Bekijk altijd heel goed die appendix 2 of appendix B. Wat bedoelt hier, of wat zijn hier de voorbeelden die het kind maakt van fronting of backing? En dit heeft er juist Joris al belicht. Hè. Je kan zeker met die zoekfunctie, omdat het een Word-document is, daarmee aan de slag. Backing, maar dat kan je ook bij je andere processen doen. Hè. Je kan even goed bij gliding bekijken, van waar komt dat allemaal voor? En je krijgt inderdaad een hele lijst van dingen die het kind fout zegt. Maar hè, we gaan ook altijd op zoek als logopedist, wat zegt het kind juist? Hè. De zaken die je genoteerd hebt, of als je het scoreblad er wel bij neemt, hè, kan je bekijken van wat komt er niet voor in mijn foutenlijst hier? Wat heeft het kind allemaal juist gezegd? En dan ga ik dan bijvoorbeeld in een tabelletje, zoals de tabel die we hebben gehaald bij John van Borsel.
en ook van hem mogen gebruiken, geeft dat eigenlijk heel, heel mooi meer weer om de klankinventaris op te maken. En bijvoorbeeld deze. Hè. Zo kan je heel duidelijk je doelwoorden kiezen en kan je je behandelingsplan gaan opstellen voor goed te weten wat kan het kind en wat zijn de werkpunten. Nu, ik heb er een voorbeeld bij gestoken van een kindje met fonologische spraakklankstoornissen. Maar je kan voor de verschillende spraakklankstoornissen met de gegevens die het rapport ons aanreikt, kan jij je behandelplan opstellen. Daarstraks werd ook al gezegd van, wij gaan eigenlijk met het onderzoek vooral de consonanten onderzoeken. We krijgen vooral allemaal gegevens rond de consonanten, maar neem zeker mee bij je observaties. Als er iets mis is met de klinkers, noteer het, maar daar zitten geen normen in ons onderzoek. Dat is wel belangrijk om te zeggen. En wat ik ook vergeten zeggen ben, en wat ik er zeker wil aan toevoegen, dit is een onderzoek, zoals bij heel veel onderzoeken, echt op woordniveau. Hè. En Joris heeft daar straks al gezegd van, we hebben keuzes moeten maken. Hè. En het heeft veel voordelen om hier op woordniveau te testen en ook die woorden net uit te lokken, tegenover een heel spreekstaal te moeten gaan analyseren. En ook een heel spreekstaal, ja, dat is bij zoveel kinderen zo verschillend, dat is heel anders. Maar jullie weten allemaal, en ieder logopedist zal dat doen, dat een kind op woordniveau heel anders praat dan in spontaan spreken. Dus neem hiernaast, altijd, naast dit onderzoek, ook nog een spreekstaal af van spontaan spreken, observeer, film en bekijk en neem dat allemaal mee naar inderdaad uw behandelingsplan en naar uw therapie.